Wacht, is van Jolies Heij en zij neemt ook de presentatie daarna van mij over. Een applaus voor Jolies Heij. Dankjewel, Donna. Beestenbende. Ze snijden zomaar de shortcut naar de kust af met hun gevederde overdaad en houden vakantiegangers met hun larmoyante gekraai uit de slaap. Is het begroeting of overlast? Is een vraag die de gemoederen van de ordertroepen bezighoudt. De hanen zijn van niemand, de straat is van iedereen. In het recreatiepark zaait de wolf terreur door zich minder mensenschuw en steeds meer als horrorrover te ontpoppen. Hij snaart poedels en roodkapjes weg zonder dat de hanen alarmerend kraaien. Je hoort het herdershond Blondie al van verre blaffen. Willen jullie meer of minder wolven? De integratie en socialisatie van het dier verloopt vooralsnog niet zonder wrijvingen, waarbij de makkelijke oplossing die van hek of geweer is. Intussen kruipen sneeuwuilkuikens onder begeleiding uit het ei en wordt de panda-diplomatie veiliggesteld met de geboorte van tweelingpups van wie de ene helft het loodje legt wat mama panda tot kannibalisme aanzet. Vol afschuw kijken we weg, maar smullen van de biokomkommers in het gapende zomerreces. Ja, dat was de stand van zaken in deze zomer. Iets anders wat ermee te maken heeft, is dat tegenwoordig wel met de ellebogen om ieder centimetertje land of terrein wordt gevochten. En daarover het volgende. Leefbaar. Alles vecht om iedere centimeter land. Wat ooit een drassig moeras werd zegevierend drooggelegd en volgeplempt door menselijke hand die het nu wil teruggeven met hier een stukje natuur en daar een plukje eco. Met hier ruimte voor het roofdier en daar niet verder dan tot hier. Dat behoeft maaiveldwachters, landsverdedigers die onder streng toezicht de grond bezetten en bemesten voor het stekken van scherfvesten, kogelhulzen en schietwapens. Achterhoek en Betuwe moet een terrein prijsgeven. Afgelopen is het met het heuken in Toldiek, cafés en scouting moeten worden opgedoekt. Verworden tot spookdorpen waarin guerrilla's op wolven jagen, terwijl de beschaving in de steden steeds meer raakt losgezongen van de moeder aarde in ons en wanhopig poogt om die in groene oases te bewaren. We zijn planten in de kas, gekweekte kaaskoppen onder de stolp. Onbeholpen als kikkervisjes, maar veilig in de kom weten we ons begrensd en beschermd. We offeren habitat op, maken ons klein, verdwijnen onder de grond of in de wolken, zijn creatief met lucht. Ja, ik ben opgegroeid op de Utrechtse Heuvelrug, midden in de natuur. Terug naar de natuur. De kantoortuin ontvlucht van woekerende, licht autistische tuinmannen die de pennen strak in de houder en de biotopen in een vaste volgorde rangschikken, zoals het kaarsrechte tuinpad van vader, verstopte ik mij in de tuinen van mijn jeugd. Zwemmen in het Henschotermeer, kleiduif schieten bij Lagkanje, scheuren met de step over de grindweg, bivakkeren op de Maarnse berg toen moeder vader definitief verliet. De uitgelaten reeën aan de heg, de spinnen onder het hoofdkussen, de welig tierende geleedpotigen en ze loten op het hockeyveld. De zoemende huisvrouwen bij de buurtsuper en God, de verveling is niet te harden hier.
En tot slot, vorige week deed ik weer eens mee aan een poetry slam. Overigens samen met Martine, ook uit de wijk. Martine, oh ja. Ja, ja. Ja, ze vertelde mij dat ze ook in de wijk woont. Ja, ja, ik ken haar niet eigenlijk. Nou ja, zij kende jou wel. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed. Toen bracht ik ook het volgende, of wat ik nu ga doen, ten gehoor. Kreeg ik van de vrouwelijke stemadviseuse het commentaar van ja, ik geloof helemaal dat dat jouw leven is. En toen had ik zoiets van, oh, zie ik er dan zo oud uit? Goed, dus het volgende heeft de titel Seniorenseks. Wow. Dus, seniorenseks. De grootste spelbreker bij de geile grijze seks is het idee fix dat vrijende wijzen echt niet kunnen. Het is iets voor jeugdig strakke lijven en vol natte lippen, niet iets met rimpels, slappe billen en hangtieten. Ondanks lichte ongemakken en veranderde lubricatie door veranderde zin, bestaat er een gezonde potentie met een waaier aan genotsartikelen. Er zijn opzetrekjes en rollators om standjes te ondersteunen die je zelf niet meer kunt aannemen of lang volhouden. Je kunt de missionaris simpelweg met kussens upgraden. Er zijn vibrators gemakkelijk vast te houden voor handen die niet zoveel kracht hebben. De penispomp voor hangende vlaggen. De trilkegel, het masturbatie-eitje. De Toy Joy koppelvibrator. En het organische glijmiddel op basis van water, olie of siliconen. Voor de oude vrijer / vrijster is er intimiteit op maat door de seksverzorgende die een behandelplan opstelt voor douchen, masseren, knuffelen of penetratie. Ouderdom heeft zo zijn voordelen. Je bent toch al uit de gratie, het plaatje van de seksbom die je ooit was, pronkend in de prijzenkast. Blijf vooral naar leuke prikkels zoeken. Goedele zegt, zie het als een roadtrip en geniet van de reis, waarbij het orgastische doel van ondergeschikt belang is. Maak van tantra een mantra. Geen zin bestaat niet. Zeg nooit nooit, in geen enkele levensfase. Lust is een spier die je moet blijven trainen als een bronstige boquito. Op en neer, net zolang tot je weer jong en elastisch bent. Oefen je in push-ups. Pomp tot je er dood bij neervalt, maar memoreer dit. Minnekozen duurt het langst. Joehoe! Zo, nu moet ik even van pet verwisselen die ik niet op heb.